Nou, ik ben in de sportschool. Ik ben heel erg blij. Want... Ik heb een foto. Ja, cocktailtime! Boopers. Een hele goede morgen. Het is vandaag maandag. Hallo. En welkom bij een nieuwe weekvlog. Yes. Ik was net bij Sibis, eventjes heel kort werken. En nu ben ik met Lau, even lunchen. Ik zal zo even laten zien wat we gaan eten. En daar gaan we Lau haar huis inpakken. Ze gaat met Ruben samen wonen. Ja, tijd om te verhuizen. Nou ja, het is bijna op. Ik had een broodje komen, ja. En Lau heeft kroketten. Helemaal vergeten. En frieticus. Echt een klein bakje. Ik ben nu bij Lau. Lau is op de wc en mij aan het uitlachen. Maar kijk, we zijn daar aan het inpakken. Er stond hier net een schoenenkast. Die heb ik al aan elkaar gehaald. Deze meid heeft zoveel schoenen. Moet je kijken, joh. Dus En daar ook nog. Allemaal schoenen. Oh, oh, oh. Succes, Ruben, met het een plek in je huis geven. Je zal het niet geloven. Het lijkt wel een eeuw geleden. Maar deze meid is op weg naar de sportschool. Eindelijk. Ik ben er echt even helemaal uit geweest met reisjes en zo. En veel werken. En als ik zoveel bruiloften doe, dan is dat sportschool genoeg. Maar vanaf deze week gaan we weer het normale ritme in. Dus met jou ga ik nou naar de sportschool. Goedemorgen. Hallo. Hallootjes. Thijs is lekker aan het ontbijten en voetbal aan het kijken. En ik ga ook zo even ontbijten. En dan hebben wij een lekker dagje. Ik moet straks naar Sibis. Dus ik moet wel even werken. Maar in principe alleen maar tussen 1 en 3. En dan gaan we vandaag sporten. Zo, ik ben eventjes bij Sibis geweest. Ik heb eventjes wat gewerkt. Ik heb mijn huis en boodschappen gedaan. Morgen is gewoon zo maak. Lekker dagje zo. Nou, ik ben in de sportschool. Ik start altijd even op de loopband. En Matthijs is natuurlijk weer niet mee, want die had geen zin. Maar deze meid houdt zich aan haar woord. Dus daar zijn we weer. Ik denk dat ik vandaag even armen ga trainen. Want gisteren met die pumples allemaal, hoe heet het, lunches gedaan. Daar word ik niet zo blij van. Hello, wij liggen lekker op het bankje. Ugly is te kijken. Een nieuw film met Netflix. Echt niks bijzonders, maar we gaan het toch afkijken. En ik probeerde net kaartjes te kopen voor Dua Lipa die naar Nederland komt met de pre-sale. Maar het is niet gelukt, helaas. Helaas, pindakaas. Maar vrijdag komen de echte tickets online en dan ga ik het nog een keer proberen. Want ik wil echt graag naar haar toe. Maar misschien komt het goed. Tot morgen. Goedemorgen, deze morgen. Het is vandaag woensdag en ik ben heel erg blij, want ik ben dus al sinds begin dit jaar een beetje bezig met sporten en afvallen. En ik ging net op de weegschaal staan en ik ben al 6 kilo afgevallen. Echt veel, man. Dus ik ben echt heel erg blij. Ik zit ook lekker in het vel en ik vind sporten helemaal leuk. Dus ja, proud moment. Nu onderweg naar Sibis. Dagje werk weer vandaag. Dus dat is. Zo, ik ben lekker klaar met werken. Ik loop nu weg naar de auto. Want ik heb een afspraak bij de nagelsalon. Ik zal jullie zo even laten zien. Maar ik heb zulke erg uitgeroeid. Het is echt afschuwelijk. Maar ik kon dus niet eerder dan vandaag langs gaan. Het is echt veel te lang. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Zo lekker gevoel als je nagels weer vers zijn. Helemaal mooi. Dus ik zal het even laten zien. Kijk, zo zien mijn nagels er dus nu uit. Echt afschuwelijk. En zo de F te laten zien. Kijk, weer verse nagels. Super mooi. Hoi. Wij zitten gezellig bij de vrije hand. Beesten weten. Beesten weten dingen. Rotti. Hier. Smakelijk. Smakelijk.
Jeroen heeft een nieuw huisdier. Hallo. Ja. Grijntje. Pas nou op. Zullen jullie uitgegeten of? Zeker. Ja. Was de roet in voor kat? Wat? Nee. Ja. Ik ben van Ajax. Goedemorgen, het is vandaag donderdag en ik ben onderweg naar kantoor met mijn Siebes outfit. Yeah, want wij hebben vandaag een diploma uitreiking in de kerk. Er zijn twee groepen, dus dat is heel erg leuk. Ik heb gewoon morsen ziek. Dus ik werk samen met mama en met Bibi en Jascha en Lauren komen ook gezellig werken, dus dat wordt een leuke middag. Het is de hele dag, dus ik ben pas later klaar, maar het is nu, we beginnen om 11 uur, dus dat is wel lekker. En ik ga eerst eventjes langs de bakker een ontbijtje halen. Zo, ik heb lekker ontbijtje gehaald met granencroissantje en deze yoghurt is zo lekker. Dus even dit opeten en dan kan de dag beginnen met tillen en opbouwen. Kijk eens wie daar zijn. Ruby komt op zijn nieuwe motor, Lauren brengen voor werk. Hallo! Hallo, wauw! Er is vandaag dus een diploma-uitreiking en dat begint met ontvangst in de kerk. Hier komen dus alle gediplomeerden en ze mogen 4 mensen meenemen. Dus we doen hier de bar, dus koffie, thee en wat lekkers. En daarna gaan ze naar binnen naar de receptie en dat is dan in 2 shifts. Dus dit is shift 2. Ik zal binnen zo ook even laten zien. We hebben frietjes, pauze. Yes. Yeah. En hier is straks de receptie voor de borrel, waar ik het over had. Yeah. Yo. Nou, het is inmiddels 7:30 en ik ben weer thuis. Ik heb nog even rijst en broccoli gehaald voor avondeten en Matthijs die had al vis cuisine. Het was een leuke dag, leuke mensen, 2 hele andere soort groepen, qua mensen dan. Maar het was toppie, dus ik heb nog lekker cakejes mee. Dus lekker eten, douchen, want ik heb gefrituurd en ik ben echt een lopende bitterbal. Ik stink. En dan lekker het bankje op. Goedemorgens. Wat gaan wij doen? We gaan naar de sportschool. Yeah, ik heb meneer zover gekregen om mee te gaan. Ja, ik moet wel. Yes, let's go. Zo, de sporten was echt lekker. Leuk dat Matthijs weer eens meeging. Nou heb ik me even gedoucht, omgekleed en nu is het tijd om naar Siebes te gaan en de bruiloft van morgen op te bouwen. Ik ga lekker naar werk op het fietsje, want het is mooi weer vandaag. En weet je waar ik dus echt de laatste tijd zoveel zin in heb? Mensen me wel compleet voor gek verklaren, maar voor mij mag de kerstboom echt al volgende week komen. Ik heb zoveel zin in kerst, vooral vorige week was het dan zo niet lekker weer en dan heb ik helemaal zin in kerst. Ik zie ook al kerstspullen bij de Action liggen en in winkels. Nou, echt helemaal gezellig. Dus vanaf hier kan ik de kerstboom neerzetten. We zijn druk bezig met de voorbereidingen. De lampionnetjes ophangen. Barletters. En ik ga nu hier hun naam van het bruidspaar opplakken. Wij zitten gezellig bij wat de oude zit. Leg maar een leesbril op. Kijk even. Mama heeft er gewoon maar 2 bonbons. Ik heb dit. En Bibi. Oh, lekker. Heerlijk. Ik ben weer lekker thuis. Bij deze meneer. Die is lekker aan het werken. En ik ga hier liggen. In het zonnetje. Een boekje lezen. Toppie, niks meer aan doen. We gaan straks het eten, dus ik kan nog heel eventjes lekker van het zonnetje genieten. Zo, ik ben geschminkt en omgekleed. Ik heb een leuk jurkje aan en mijn oorbellen van Ibiza. En ik zit nog eventjes te wachten op het zonnetje op Matthijs. Wij gaan gezellig met Ruben en Laura uit eten. Kleiner. Wat een liggende foto. Ja, kijk wat een mooie sunset. Wauw. Ik hoorde dit joh. Wauw. Uit een fotoshoot. Het licht is gestolen. Cocktail time! Poink. Eet drankje.
heel lekker? Ja, maar een hele andere smaak dan het gewoon. Bro, die pandan komt echt daarna. Hij is echt zacht dit. Hij is heel zacht, hij is lekker. Oh. Heeft het lekker? We hebben gekozen voor een viergangen diner. Onze eerste gang. Yummy. Tweede gang. Kibbeling. Volgende gerechtje. Yummy. Iets van vlees. Esprit dessert. Wat was het? Aardbei, citroen, meringue. Yummy. Dat eind als. Nee. Het eten was lekker, maar te weinig, dus we gaan nog eventjes even hier eten. Yeah. We hebben chicken wings. Chicken wings. Chicken wings. We had a really nice dinner, but it was not enough. We need more. More proteins. More. Zijn we thuis? Yeah. Eten bij Next was erg gezellig. Duur voor heel weinig eten wat je krijgt. Dus niet per se een aanrader. Daarna hebben we nog lekker chicken wings gehaald. Om ons buikje te vullen. Maar het buikje is gevuld. En nu gaan we lekker slapen. Het is al lang. Nou ja, lang. Het is al mijn bedtijd is het al geweest. Dus tot morgen. Hele goede middag. Het is inmiddels al middag en het is vandaag zaterdag. En ik ben onderweg naar Sybis, want wij hebben vandaag ons allerlaatste bruiloft. Het is echt lekker weer, dus daar ben ik echt heel blij mee. Dus ik zal jullie weer een beetje meenemen vandaag in wat de planning is. De bar is opgebouwd. De tent is opgebouwd, lampionnetjes opgehangen en tafels neergezet. Hier komt straks de taart. Zitjes erachter. Het zonnetje is er. Echt top. Ze komen over 20 minuutjes. Dus laten ze maar komen. Kijk, ze zitten lekker te dineren. Ze hebben net een speech gehad. En nu is het tijd om het voorgerecht uit te halen. Hallo. Nou, zoals je ziet is het alweer avond. En ik heb vrij weinig gefilmd vandaag. Achter komt enge potloodventer aanlopen. Mama. We zijn weer klaar met werken. Het is een leuke bruiloft. Ik heb niet zoveel gefilmd, maar gewoon druk met werken. En dan vergeet ik het gewoon. Het is echt top weer. Leuke mensen. Dus nu tijd om naar huis te gaan. Matthijs is nu aan het werken. Een feestje hierachter. Hij voelt zich niet lekker. Dus hij is zielig. Hij heeft wel 8-2 gewonnen vandaag met voetbal. Dus dat is nice. En wij gaan naar huis. We zwaaien. Doei. Een hele boepers. Een hele goede. Ja. Hele goede morgen. Het is vandaag zondag. En ik kom net uit de douche, zoals je kunt zien. Ik heb mijn haar gewassen. En ik heb een oversized shirt aan, wat ik van Lauren heb gestolen. Alweer, thanks to Lauren. Echt top, mensen in je omgeving die gaan verhuizen en moeten ontspullen. wij hebben lekker een relaxed ochtendje gehad. En nu ga ik samen met mijn little brother naar Nieuw-Vennep, want daar staat onze oma op de rommelmarkt. Dus stay tuned voor de rommelmarkt. Kijk eens, daar zijn we hoor bij oma. Max wil me gelijk eten. Ik wil ook een foto maken voor jullie. Oh, wacht. Oma, daar stand. Dat ze allemaal verkoopt. Heb je al wat verkocht? Ja. Ja? Ja hoor. Concert. Snack time. Met Patrick en met Marla en met Nicole. Sorry. We waren net bij de markt. Is er iemand tegen Max auto aangereden? Lekker dan. 100 jaar dat formulier inlopen vullen. Maar ja, kan gebeuren. Nou eten. Niet meer gegeten hoor. Zo lang geen taart of niet? Nee, hallo. Taco taco. Dion heeft gekookt heerlijk. Voor ons. Taco taco. Heb ik lekker gekookt. Burrito burrito. Burrito burrito. Burrito. In tanktoppie.
Wij hebben lekker ijsje gehaald bij Da Vinci. Dat de meeste mensen niet weten dat ik heel lang in de cirkel heb gespeeld bij Circus Elleboog. En ik heb heel lang natuurlijk gewoon gedanst. Dus ik heb wat vaker op ballen en op Hallo. Lieve mensen, bedankt weer voor het kijken van deze weekvlog. Matthijs is nou lekker aan het gamen. En ik ga nog eventjes chillen en dan wel lekker slapen. Ik ben zo klaar. Tot volgende week. Bedankt voor het kijken. Doe een duimpje. Abonneer. Doei.